Na 40 jaar huisconcerten in Hilversum wil initiatiefnemer Henk van Zonneveld iets bijzonders neerzetten met de 150ste editie. In maart 2017 wil hij een wereldpremière uitvoeren met Bachs meesterwerk, de Matthäus Passion. Maar dan in een eenkorige en solistisch gezongen versie, zoals die mogelijk aanvankelijk door Bach werd gecomponeerd. We weten natuurlijk niet precies wat Bach kon denken, dat gaat een beetje ver. Maar er moet natuurlijk eerst een gedachte geweest zijn voordat hij alles op papier schreef. Dus mijn idee is dat het natuurlijk eenvoudig begon en dat hij later, 1729 en later nog 1736, het veel meer heeft uitgewerkt naar een dubbelkorige versie. Dit is gedeeld uit het openingskoor waarbij ik de bezetting iets veranderd heb. In de vroegere versie van de Matthäus Passion ontbreken bekende elementen. Zoals het jongenskoor dat in het openingsdeel een koraalmelodie zingt. Bach schrijft daar in de, bij de Cantus Firmus, die dus het O Lam Gottes Unschuldig moet zijn. Die wordt wel gespeeld, maar daar schrijft hij boven organo, dus alleen orgel. Tekst staat er wel bij, maar dus niet de bezetting van jongenskoor zoals we dat later kennen. Dus dat zal zeker opvallen. Het belangrijkste verschil in de uitvoering die Henk van Zonneveld wil neerzetten is dat hij de twee koren en orkesten vervangt door één koor en orkest. In de partituur zijn namelijk allerlei aanwijzingen te vinden dat Bach deze passie aanvankelijk voor één koor schreef, net zoals zijn Johannes Passion. De turba delen, dus dat zijn de delen die dus door grote menigte steeds worden gezongen, hè, discipelen, priesters of telefolk. Daar begint hij vaak met dubbelkorig het in te zetten, dus dat de zangstemmen van de verschillende koor ook verschillende noten zingen. Maar dat houdt vaak na twee maten al op en dan zijn ze het opeens roerend met elkaar eens. Dat is raar. Dit wordt een heel uniek concert, omdat het waarschijnlijk de eerste keer is dat de Matthäus Passie op deze manier wordt uitgevoerd, met zo weinig mensen, zo weinig zangers, in een eenkorige versie die dus Bach misschien alleen in gedachten heeft gehad en waar we verder alleen maar over kunnen gissen hoe het misschien in 1727 voor het eerst geklonken heeft.